Vanmorgen is de SNS Reaal genationaliseerd. En dat kent twee gezichten. De eerste kant is natuurlijk dat de spaarder is gered en de business gewoon doorgaat. Hypotheken verstrekken, verzekeringen verkopen, dat gaat gewoon door. Het nadeel is natuurlijk dat de aandeelhouder zijn geld kwijt is en ook de achtergestelde obligatiehouders hiervan last hebben. Nou, de staat heeft het 3,7 miljard voor ons nog gekost om SNS te redden. Daarvan is 2,2 miljard een eigen kapitaalinjectie. 700, 800 miljoen is ongeveer nog de oude staatsschuld die de SNS eind dit jaar had moeten terugbetalen. En daarna is nog een extra versterking van 700 miljoen verstrekt voor krediet van vastgoed. Ja, de andere Nederlandse banken worden verplicht door de staat om in 2014 1 miljard bij te dragen aan de schatkist. Dus die hebben er last van om een beetje te compenseren de kosten die de staat nu maakt voor de SNS Reaal. Aan de andere kant, als SNS Reaal failliet was gegaan, dan was het sparen en depositogarantiestelsel aangesproken. En dan waren de banken veel meer kwijt geweest dan 1 miljard. Uiteraard had er eerder geacteerd moeten worden. Een half jaar geleden had je nog een bad bank kunnen hebben met een strik eromheen en apart gezet van de bankbedrijf. Maar door de verhalen vanaf december werd hoe langer meer duidelijk dat ook het spaargeld werd teruggetrokken. En dan krijg je toch een soort infectieverhaal en dan moet de bank genationaliseerd worden. En dat had anders misschien niet gehoeven. Ja, voor het Nederlandse bankenlandschap is dit toch wel een teleurstellend verhaal. Twee van de vier banken zijn genationaliseerd. Eén heeft de staatssteun en één redt het dan zelf. Ja, dat is natuurlijk internationaal niet zo best. Wat ik wel kan voorstellen dat bijvoorbeeld ING nu versnelt haar staatssteun gaat aflossen. Ze hebben daar de middelen toe. En dan in ieder geval is de schade wat dat betreft nog wat beperkter. Ja, in de toekomst denk ik toch dat SNS Reaal, de verzekeringskant en de ASR, dat die bij elkaar gegroepeerd worden. Het zijn twee staatsverzekeraars. Die zou je aan een andere partij kunnen verkopen of zelfs dan naar de beurs kunnen brengen. Maar ik denk eerder dat eerste, omdat er een consolidatie in de markt optreedt. En vervolgens zou de SNS Bank, die zie ik toch wel binnen 5 jaar als de hypotheekmarkten weer wat beter gaan, kan die gewoon weer een winstgevende zelfstandige bank worden. En het vastgoedverhaal, ja, dat duurt langer, daar moet je 5 tot 10 jaar wel voor rekenen om dat een beetje uit te ponden. Ja, wat er is gebeurd is toch eigenlijk wel erger dan we hadden verwacht. Ik had steeds het scenario van de bad bank idee gehad met een strik eromheen en apart zetten. En waardoor je de rest niet geïnfecteerd zou worden. Maar ja, als je te lang wacht of het lukt niet, of je doet een private equity partij, probeer je nog in te schakelen die natuurlijk alleen de upside wil en de downside bij de staat wil laten. Ja, dan is het tijdsdruk, want het was bekend dat het 6 uur gisteren moest afgesloten worden. Ja, dan rest er niets anders over dan een volledige nationalisatie.